allemaal, ik ben Suzanne. Vandaag ga ik jullie weer een rondleiding geven. Ik heb jullie eerder de keuken laten zien en vandaag ga ik jullie mijn woonkamer laten zien. Nou, ik heb geen grote woonkamer, maar ik heb een kleine woonkamer. De kleine kamer. We zijn nu in de kleine kamer. Nou, we beginnen hier. Dit is de kast. En deze kast is niet klein, maar groot. Dit is de grote kast. De grote kast. En zoals je kunt zien, staan er heel veel boeken in de grote kast. En naast de grote kast hebben we de gitaar. Dit is de mooie gitaar. Ik vind het een mooie gitaar. De mooie gitaar. En hier zijn we bij de tafel. De tafel is niet zo mooi. Want de tafel is niet heel erg nieuw. Dit is de oude tafel. De oude tafel. Nou, als ik even lekker wil zitten, ga ik naar de bank. Dit is de bank. De bank. En de bank heeft een bruine kleur. Dit is de bruine bank. De bruine bank. En op de bank ligt de deken. Dit is de warme deken. Als ik het koud heb, kan ik het warm krijgen met de warme deken. En hier hebben we het kussen. Het zachte kussen. Het kussen is niet hard, maar het is zacht, zodat ik er lekker op kan slapen. Het zachte kussen. En hier op deze plek hebben we een plant. Dit is de groene plant. De plant is groen. De groene plant. En we hebben in onze woonkamer niet alleen een bank, maar we hebben ook een stoel. Dit is de stoel. En dit is eigenlijk de luie stoel. De luie stoel, dat betekent dat je er heel goed op kan luieren. Dat je er niks op kan doen. Lekker relaxen, helemaal niks. Lekker zitten, misschien een beetje slapen. Dit is de luie stoel. En naast de luie stoel staat de grote bos bloemen. Weet je wat voor bloemen dit zijn? Laat het weten in de reacties. Dit zijn de grote bosbloemen. Nou, jullie hebben net mijn woonkamer gezien. En nu ga ik jullie nog iets vertellen over de Nederlandse grammatica. Vandaag gaan we het hebben over bijvoeglijke naamwoorden. Ook wel adjectieven. Jullie hebben net allemaal bijvoeglijke naamwoorden gehoord. We hadden het bijvoorbeeld over de mooie gitaar. Het bijvoeglijk naamwoord in deze zin is mooi. Mooi zegt iets over de gitaar. Je kunt ook zeggen de lelijke gitaar, de grote gitaar, de kleine gitaar.
groot, klein, mooi, lang, dik, dun. Dat zijn allemaal bijvoeglijke naamwoorden. Mooie is het bijvoeglijk naamwoord. We hadden ook het voorbeeld de grote kast. Het bijvoeglijk naamwoord is grote. Het was niet de kleine kast, maar de grote kast. De grote, grote is bijvoeglijk naamwoord. In het voorbeeld de luie stoel is luie het bijvoeglijk naamwoord. En hier hebben we de grote bos bloemen. Nog een keertje het bijvoeglijk naamwoord grote. Net als de grote kast, de grote bos bloemen. De plant was de groene plant. Groene is het bijvoeglijk naamwoord. De plant is groen. Het zachte kussen, je raadt het al, zachte is het bijvoeglijk naamwoord. Het zachte kussen. De warme deken, warm, warme is het bijvoeglijk naamwoord. Dan hadden we nog de bruine bank. Bruine is het bijvoeglijk naamwoord. We begonnen in de kleine kamer. Kleine is het bijvoeglijk naamwoord. En de laatste, de oude tafel. Oude is het bijvoeglijk naamwoord. Nou, dat was het voor vandaag. Ik vond het leuk om jullie rond te leiden in mijn gezellige huis. Als je weet welk woord het bijvoeglijk naamwoord is, laat het even weten in de reacties. Tot de volgende keer!